Aftrekbare kosten. Duidelijke relatie. Vanwege het afschaffen van de aftrek voor consumptieve rente heeft de wetgever duidelijkheid trachten te scheppen in de aftrekbare kosten die wel aftrekbaar zijn. Dit betreft alleen de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning. Er moet, ten einde voor aftrek in aanmerking te komen, een duidelijke relatie bestaan tussen de gemaakte kosten en de eigen woning. Aftrekbare kosten die geen relatie hebben met een eigen woning komen in principe in mindering op de rendementsheffing van box 3, tenzij ze in de wet duidelijk zijn aangegeven. Te denken valt hierbij aan de aftrekbare kosten bij periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Woning in aanbouw. Dit betreft rente die is verschuldigd op een hypothecaire geldlening die is aangegaan ter verwerving van een nog in aanbouw zijnde woning die uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de twee daaropvolgende kalenderjaren als eigen woning ter beschikking te staan. Deze rente is aftrekbaar, mits de daarna te sluiten hypotheek wel voldoet aan de nieuwe regels. Anti-misbruikbepalingen. Artikel 119a, lid 5 en artikel 3.120, lid 2. Tot de aftrekbare kosten eigen woning worden niet gerekend renten en leningen die dienen om de renten van hypotheekschulden te betalen. Hierdoor vallen ook bijschrijvingen van rente bij het hypotheekbedrag. Kosten gemaakt met betrekking tot de zogeheten superaftrek. Het betreft hier schulden die opgebouwd worden en waarvoor rente betaald wordt, maar waarvoor ten aanzien van de verplichting tot terugbetaling van de schulden sterke beperkingen gelden. Renten van schulden aangegaan ter verwerving van gedeelte van een woning, indien die woning indirect is verkregen van de partner van belastingplichtige of van iemand die duurzaam een huishouding met hem voert. Het betreft hier alleen dat deel van de schulden die uitstijgen boven hetgeen aan schulden openstond voor de vervreemding. In feite zou alles bij het oude blijven. Het pand blijft als hoofdverblijf ter beschikking voor dezelfde personen. Alleen de renteaftrek over de opgepompte schuldbedragen zou groter worden. Ten einde dit te voorkomen is de anti-misbruikbepaling opgenomen. Renten betaald met betrekking tot overeenkomst van geldleningen tussen partners en huisgenoten van belastingplichtige met wie hij duurzaam een gezamenlijk huishouden voert. Dit is ter voorkoming van de situatie dat de ene partner de rente kan aftrekken als aftrekbare kosten eigen woning en bij de andere partner belasting in box 3 plaatsvindt. Deze situatie is wel mogelijk indien bij beide partners box 3 van toepassing is,
bij de een als schuld, bij de ander als vordering. Aftrek wegens geringe eigen woningschuld, artikel 3.123a. OGV artikel 3.123a kan een eigenaar, bewoner van een eigen huis in aanmerking komen voor een bijzondere aftrekpost. Deze zogenaamde aftrek wegens geen of geringe eigen woningsschuld. Deze aftrekpost is gelijk aan het verschil tussen het eigen woningforfait en de aftrekbare kosten. Het betreft dus een apart aftrekpost binnen box 1 ter hoogte van het positief saldo eigen woningforfait. Eigen woningforfait min drukkende kosten eigen woningschuld. Dit is van belang voor belastingplichtigen die hun woning vrij van hypotheekschuld hebben, dan wel zo'n geringe renteaftrek kunnen opvoeren dat zij vanwege het eigen woningforfait per saldo een positief bedrag aan inkomsten uit eigen woning zouden moeten optellen. Het gevolg van deze aftrekpost is dat er in dit soort gevallen geen fiscale bijtelling meer is, waarover inkomstenbelasting zou moeten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om het aflossen van hypothecaire leningen op de eigen woning te stimuleren. Voorbeeld: Richard en Katja moeten vanwege hun eigen huis een forfaitair bedrag van 5000 euro opvoeren. Hun hypothecaire lening is bijna afgelost. De rente op jaarbasis bedraagt nog slechts 2000 euro. Onder gevolg van artikel 3.123a krijgen we nu het volgende beeld te zien. Eigen woningforfait 5000 euro. Rentehypotheek 2000 euro, in principe een pluspost van 3000 euro. Aftrekpost onder gevolg van artikel 3.123a 3000 euro. Per saldo op te tellen inkomen, nihil.